Yo guys, glad je hier bent vandaag in een video en houd tabakenskat u gemute. En vandaag een laatste Operation Hydra video. Ik ga vandaag met mijn R8-revolver Amber Fate spelen. Oh yeah, het is maar zelfs, zijn er maar niet uit. Dit is casual op een nieuwe Operation Hydra map. Oh. Of last is alleen. Ik moet er wel nog één hebben, vind ik. Nog één? Een derde? Nee. Maar ik weet dat die lid is, jong. Ja, voilà, dat bedoel ik. Ik heb net 3 frags gemaakt met mijn revolver. Maar nee, vandaag dus wel een beetje praten over hoe dat de Operation Hydra-serie voor mij is gelopen. En voor mij is het helemaal niet zoals gepland geweest. Ik wou echt zoveel video's maken van Operation Hydra, maar er zijn er helaas niet zo super... Godverdomme. Maar er zijn er helaas niet zo super veel gekomen. Maar oké, ik weet niet meer welke wapen ik kan spelen. Ik denk gewoon maar een 4-pak. Het is zo'n mooi mapje. Ik heb ook af en toe FPS drops. Maar die staan al gelukkig niet op beeld. Allee, je kunt dat toch niet zo goed zien. Normaal, hoop ik. Hallo. Holy shit, inhuman fucking reactions van mij. Volgens mij was er eentje opside. Ik ben niet zeker, maar ik denk het wel. Nee? Oké, ik heb geen idee waar het is, maar we zullen er maar gewoon naartoe gaan, denk ik. Maar in dus mijn Operation Hydra, het was de bedoeling dat er superveel video's van online zijn gekomen, maar... En dat er ook van elk event eigenlijk, zo'n nieuwe video ging moest komen. Wat dan bakken! Maar er zijn maar 4 video's van de events geweest, dat is eigenlijk niet zo superveel. Ik had graag meer gehad, of zelfs maar 3, denk ik. Ja, 3 maar zelfs. Ja, webspecialist was toch niet zo tof, dus op zich was dat niet zo interessant. Nou, ik hoorde de Operation Hydra video's een beetje leuk. Vond op zich waren ze wel een beetje hetzelfde als gewoon CS-video's, maar... Het was gewoon leuk dat het een ander naampje had, snapte? Iets nieuw in CSO. Ja, hier, man. Kijk, hè. Fuck. Fuck. Nee, godver. What the fuck deed ik? Nee. Gast. Die moet een flash in zijn melk krijgen en die is fucking dood, besef. Dat is echt heel zuur. Dat is fucking zuur. Ja. Maar dat is vies dat die gast wint omdat hij een helft. Hij gaat sowieso nog doodgaan door de bom. Achter u, jongen. Ah, fucking lekker, jongen. 1 helft, rot op. Maar nieuwe kans, dus ik ga een AWP op normaal gooien, man. Ik heb zin om met een AWP te spelen, dan speel je maar met een AWP, get wrecked. Nee, is van de Mongol die piekt, hè, vriend? Jammer, jongen. Ja, ik heb precies niet zoveel piek, hè. Waar staan die, jongen? Waar staan die? Ja, ik moet wel gaan bewegen. Nee, dat is recht boven, fuck off! Ja, nu denk ik mijn AWP even kwijt, hè, vriend? Jammer, dat vind ik niet normaal, hè. Oh, M4, geef dat toch maar. Een mooie desolate space. Ik had hem headshot. Ja, beter zeg. What the fuck, ik had hem headshot, die mongol. Hey, dat is wel mijn kille vriend, jammer hè. Ah ja, voilà, let ik goed in MVP, jongens. Oh jongens, nee. Dat moet je in de Nee, niet zoals hij net. Allee, zeg. Ja, dat had ik ook, hè, vriend. Jammer, hè. Oh, jongens. Ja, maar waarom die weer naar beneden vallen? Ja, dat hangt nu allemaal af van de guy met een deagle. Hangt dus nu allemaal af van deze guy met een mooie Desert Eagle Conspiracy. Het hangt niet meer af van deze guy. Wat ga ik gaan doen? Ik ga gewoon... Oh, oops. Sorry. Volgens mij granaatpoldermijl, jongen. Ja, godverdomme, is dat er te kijken naar die mongol. Dat eerst 2 keer dat ik uit de fake planten in de nacht. Ja, maar een derde keer ga ik je kunnen planten en wordt hij bam gekild. We zijn wel nog verloren, man. Weet je wat ik ga doen? Shotgun op de mullen, ja. Oeh, wat? Ik had die. Oeh, geef dat maar aan mij, dankjewel. Ik had wel zijn dikzak. Ah ja, dat is op Hada natuurlijk, hè. Ik ken een 2 tegen 2, dat moet toch wel lukken, zeker. Maar, wat? Denk ik gewoon hier met mijn scoutje gaan staan en mijn scout skills iets gaan laten zien. Maar ik heb nog niemand gezien, hè. Oké, ja, geef je dan maar een goed wapen, vriend. Al was er een AWP, dan moet ik geven.
Dat is de real shit, hè, vriend. Dan zal ik hier zijn no-scope zijn wel geven, hè. Nee, jongen. Nee. Oh, ik heb nu een leuk idee. We gaan eens met de Gav spelen. En we gaan daar eens rushen. We zullen zien hoe makkelijk dat gaat. Was hij dat al de eerste? Who's next? Who's fucking next? Ah nee, wacht, er durft niemand te pieken. Ja, was hij. Hier zit ik zak. Op een mullenvang. Ik zal eens met mijn mooie revolver aan mijn fate spelen. Oké, zo mooi is hij niet. Maar het is een fact nu roze uit de Dust 2 collectie. Dus het kon slechter. Maar what the fuck voor bullshit was dat? Een oud sniper. Ja, waarom niet? Het is een... Ik gebruik niet zoveel. Maar ik vind het wel een mooie skin. Het is de Stataraxcar 20 Blueprint van CSGTO. Kon slechter. En laat mij de auto noob zijn. Ik ben half depressief. Nee, ik weet niet. Ik ben gewoon een beetje moe, maar... Ik wil toch nog die dikke Hydra video maken, snap je? Oei, oei, hoe gaan ze dat doen, jong? Die bom pakken, dat neem je niet, weet je. Are you fucking kidding me? Ik ga een vierke pakken. We zien wel wat het wordt, zeker, hè? Ik ben ongeduldig, dus ik push toch maar wel. Oh, godverdomme, er zijn er twee. Ja, de Nova guy is mijn 74, maar hij is vrij goed met Nova, dus... Gast, hoeveel geluk heeft deze guy? Doe normaal. Doe normaal. Doe normaal. Ja, beter dat hij is gekillt door de smoke. Beter. Holy shit, dit gaat echt nog spannend worden. Fucking 7-7, holy shit. Nou, mooi. Oh, zo'n lekkere skin, hè, de vogels. Holy shit. 3 tegen 2. Het ziet er niet zo goed uit voor de T's. Ik ben nu perspectief. Oh jongen. Hola, 2 tegen 1. Oei, oei, maar een ander komt langs hier. Hij gaat toch nog planten? Hij gaat nog fucking planten. Ik ben een zware commentator. Ja, ik zie hun dit nog even fucken. Ja, zeker als ze al verkeerd lopen. Oké, ze verlopen niet verkeerd. Maar... Ja, ze zouden iets sneller mogen gaan. Waar is die laatste? Defuse dan. Ah, oh, what fucking hell, are you kidding me? Huh? GG dan maar, ja, als ik het moet wel, hè, ja. Maar ik kan de allerlaatste video van Operation Hydra wel afsluiten. Dus vond je deze video leuk, was het een blauw duimpje omhoog. Abonneer de volgende keer en de volgende keer meer Operation Hydra. En ik zeg, ciao.